Hier is hij dan, de wereldkampioen 2015. Ik moet zelf een spanningoed zetten, want ze zijn zo moe van de afstand. Twee mensen uithalen die dag en nacht voor het team hebben klaargestaan. Die weten dat niet. En die mensen staan hier op het podium. En die komen nou een beetje bij mij staan. Daar is Paul Blij en Huubke Stuubke van de Meiden. Let op, deze geweldige top. En ik zeg het, Paul komt uit Oldenbroek. En dan komt hij op en neer om aan die motors te werken. En Huub is meer de man van de banden. En ik hoef niet uit te leggen aan insiders wat ze allemaal hebben gedaan. Dat is geweldig geweest. Ze hebben heel veel beleefd. Meestal ging het goed. Dit seizoen is heel goed gegaan. We hebben nog wel een anekdote van vorig jaar, waar het wat minder goed ging in Zuid-Frankrijk, Stuub. Toen gebeurde er iets met een uitlaatje. Klein detail, uitlaatje. Uitlaatje viel eraf. Was stress in het team. En toen mochten ze gelukkig nog 900 kilometer samen in een busje zitten om erover te praten met de Jan. En dat is heel gezellig geweest, de Jan en Kasper. Dat weet ik dan. Desalniettemin. Mag ik, Kees, bloemen aanbieden aan deze geweldige toppers, aan deze monteurs die dit mede mogelijk hebben gemaakt. En let op, nog heel veel andere mensen hebben zich... Ja, Kees, daar mag je overhandigen. Iedereen mag er naar kijken. Iedereen mag er naar kijken in die bloemen. Het is een gebaar. Een gebaar, let op. Kampioen worden doe je allemaal samen en dat doen we allemaal samen in bekijk van deze geweldige mensen. Een geweldig applaus. En nou het echte werk. Driek van der Vollenburg is gewend wereldkampioenen te huldigen. Dat deed hij al in Boekel en dat doet hij in bekijk op zijn afscheidstoernooi. Applausje voor onze afscheidnemende burgemeester van deze sportieve gemeente. Etienne, Kasper, heren monteurs, familie, beste sponsors, supporters en natuurlijk onze eigen harmonie. We hebben in Bergijk, in ieder geval in mijn tijd, de eerste wereldkampioen en dat is een geweldig applaus waard. Ik heb er 8 jaar op moeten wachten. En deze heren hebben er ook een aantal jaren op moeten wachten. Jaren twee dus. Het leek wel een soort Joop Zoetemelk te worden jullie. Maar gelukkig dit jaar, en we hebben het allemaal kunnen volgen. Want wat dat betreft is het Eindhoven's Dagblad een fantastische krant. Wekelijks stonden jullie prestaties daar heel uitvoerig in. En zeker de laatste weken ging dat richting hoogtepunt. Toen jullie naar Frankrijk gingen om... proberen de echte wereldtitel binnen te halen. Nou, aan jullie optimisme lag het niet, want reeds ver van tevoren wist eigenlijk heel Bergijk, die gaan het maken. Maar toch moesten daar nog 2 mandjes gereden worden voordat jullie de echte wereldkampioenen zijn. En wij als gemeentebestuur, we zijn ontzettend trots dat we eindelijk een wereldkampioen in Bergijk hebben. In mijn vorige gemeente waren we dat gewend, maar dan ging ik maar op een fietsje. Maar hier, terwijl daar toch ook erg veel echte goede coureurs op de motor zaten in de gemeente Boekel. Maar hier, jullie hebben het echt gedaan. Met behulp van jullie monteurs, met behulp ook van die geweldige sponsoren die tijd en geld hebben ingestoken. En natuurlijk, dankzij een geweldig publiek, 200 mensen op bezoek bij het kampioenschap in Frankrijk. Nou, ik vind het een geweldig compliment voor al diegenen die zich daarvoor ontzettend hebben ingezet. Nogmaals, proficiat, ik heb een kleinigheidje voor jullie in mijn binnenzak zitten. Nou, het zal niet beschieten, denk ik, als ik jullie al moet betalen. Maar mogelijk is het toch een kleine bijdrage voor het feest wat jullie gaan houden. En eigenlijk zou ik zeggen, ja, volgend jaar maar weer opnieuw. En om dat alvast te tonen, gaan we de mooie lauwerkrans omhangen, want die horen natuurlijk bij wereldkampioenen. Etienne en Kasper, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, onze burgemeester en de wethouder gaan samen, Etienne en Kasper, even andersom met meneer de burgemeester. Ja, de bloemetjes aan de voorkant voor Kaspers en voor Etienne. En dan gaan we even naar een officieel moment, de harmonie van Bergijk. Ja.
is Brecht Henk trots. Blijf er even bij, hè? Want ze kunnen nog praten, hè? Met Jan gaat het iets makkelijker, want dat is gewoon een Brabander. Met Kaspar moet ik daar een klein beetje mee vechten, want dan moet ik mijn Engels gaan gebruiken. Maar we gaan kijken of ze ook nog iets willen zeggen, hè? Want jongens, ja, eerst moet ik zeggen, van harte gefeliciteerd, want daar heb ik nog geen tijd voor gehad. En ik heb jou straks al een berichtje gestuurd, jongen, mij van Roosel af over, dat lukt niemand. Alleen dat Jan Baks en Kaspar Stupel is. Jan, eerste indruk. Ja, kijk, dit is waar het allemaal voor doet, hè. Dit, om dit te zien, ik ben sprakeloos. Het is prachtig. Dit had ik nooit durven dromen. En, kijk, ik heb straks bij Omroep Brabant gezeten, heb ik al verteld. Wereldkampioen, als je alleen bent, dan ben je geen wereldkampioen. En als al die mensen om ons heen, alle sponsoren, alle families, supporters. Ja, dat is prachtig. Dan maak ik het wereldkampioen. Dat is super. Echt. Kijk, dat is ook wel een pluimpje voor iedereen die hier aanwezig is. Natuurlijk zijn we er heel erg blij mee dat Bergijk zo meeleeft. De wethouder zei het straks al, jullie hebben ook al eens een terugreisje gehad dat niet zo gezellig was in het busje. Gisteravond was, vanmorgen op de terugweg, 900 kilometer, feest? Ik denk dat we ongeveer 600 kilometer niks gezegd hebben. Ik heb allemaal een beetje laten bezinken, maar we hebben wel een leuke terugreis gehad. Dat was wel zwaar, we waren vanmorgen pas om 8:30 thuis, maar het besef begint pas op die terugreis eigenlijk, hè? Want je zit eigenlijk de eerste paar uur, dan ben je nog aan het, heb je dit gezien, heb je dat gezien. En dan is het even rustig en dan begin je na te denken. Dus dan komt het eigenlijk pas naar boven wat er gebeurd is eigenlijk. Ja, ik denk wel dat het een hele beleefd is, ja, zeker voor de eerste keer. We hebben er al zo vaak over gesproken bij de Gouden Leeuwen. Ieder jaar zaten we van, nou gaan we een feestje bouwen. Ja, je ziet het lukt wel, hè? Het kan wel, hè, het feestje. Hè? Ja, dat is aardig gelukt dus en dat gaat dadelijk nog gewoon door, hè, want je hoeft echt niet naar huis te gaan. Echt niet, je mag gewoon blijven. Dus ook al hebben we vandaag de hele nacht zitten sturen, je blijft er gewoon bij. Het seizoen is nog niet afgelopen, hè? Want als het nou is allemaal over 2 weken naar Lier opkwam. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik heb al gezegd, en dat is gewoon zo, de dames, die kunnen allemaal gewoon komen, want die mogen gratis binnen hier op. Ja, dat klopt, ja. Dus ja, er zullen veel vrouwen aanwezig zijn, denk ik, maar waar een vrouw is ook een man bij meestal, hè. Dus het zal druk worden, denk ik. Nou, dus nogmaals, volgende over 2 weken, 7 september, voor de laatste wedstrijd, Open Nederlands Kampioenschap, voor de zijspanning, dan kunt u zien hoe verschrikkelijk gek uw inwoner van Bergijk is, als je op dat ding zit. Ja, dat is echt ooit, ja, gelukkig is hij iets rustiger geworden, maar er zijn ooit momenten bij, dan hebben wij ons tenen allemaal bij elkaar, want dat is gewoon, het geintje van Valkenswaard doen we niet meer, want dat heb ik straks verteld aan de mensen, dat doen we niet meer, hè? Nee. Dat was leuk voor een keer, maar dat moet je gewoon niet doen. Dat was gewoon leuk voor 1 keer te doen en dat hebben we toen meegemaakt, dat was hartstikke leuk. Een goede resultaat behaald ook, maar dat doen we 1 keer, dat doen we niet meer. Nou ja, ik hoor anders wel dat je gisteren ongeveer hetzelfde presteerde in de eerste maand. Want toen moest je ook even Kasper eruit kwakken uit het bakkie. Moest je weer terugkomen lopen, moest je wachten. En dan moest je beginnen op plaats 10. Ja, maar dat is voor de beelden, hè, voor de actie. Kom nou maar naar Lier op, want hij gaat het weer doen, hoor. Hey, en jij, joh, super. Nou, dan ga ik hier naar een letse man, inwoner van Bergijk. Hij verstaat wel alles wat ik zeg. Maar ik moet af en toe met hem Engels praten. Kaspers, congratulations. Your 3rd world championship. 11 years. You have must wait. A long time. Yeah, it has been a really long time. But I tell to everyone that this is my most special one. For sure. Yeah. And why? Yeah. Wait. Because you're on the side from the crazy Bexy man? No, because the other one was a little bit more crazy. Hij zegt, ik was een klein beetje meer gek. Ja, u moet eens komen. Ja, u moet het gewoon zien, hoor. U moet het gewoon zien. Die stupelist, die hangt uit het bakje. Zou u het eens voor kunnen doen? Ik ben een beetje aanbak, hoor. Let op, ik ga niet, hoor. En zo hangt hij dan. En dan zo. En zo met mijn hoofdje over die op. Ah, dat is niet normaal, hoor. Lichaam, dat is werkelijk voor alle dames het meest goddelijke lichaam van heel de zijspan mogelijk als voor. You have so pretty. It's not so easy when you stay in Holland, eh? It's every week frietjes and it's getting worse. Eh? Alle weken frietjes, zegt hij. Wel, jongens, ik kan er niks anders doen als jullie
een hele mooie avond toewensen. Een geweldig groot feest. En ik denk dat de harmonie nog wel een keertje een heerlijk nummer voor ons gaat spelen. Luistert u allemaal mee naar de harmonie van Bekijk. Kan wat ons betreft beginnen.
to the last minute.